200ste aflevering. Jing, jing. Help me. Nico, heb je alweer met rode stift getekend? Help me. Nee. Oh. Verwijderd. Pa, de tv doet moeilijk. Maar moeilijker dan normaal. Volgende keer ga ik een nieuwe antenne kopen. Verwijderd. Pa, waarom is alles zo oud? Misschien moet ik de telefoon even bellen. Verwijderd. Waarom is alles verwijderd? Geen idee. Misschien is het een speciale dag, maar wij zijn het vergeten. Misschien heet het een verwijderingsdag. Wat gebeurt er? Ma, ik ben bang. Oké. We zullen dit oplossen. Wacht, kijk. Ik heb iets nieuws uitgevonden, hè? Verwijderd. Oké, wie zegt steeds verwijderd? Ja, hallo, ik zeg het. Ik zeg steeds verwijderd. Wie ben je? Ik ben jou, van het verleden. Pap, kunnen we ergens anders zijn? Nou, je vader heeft nog veel anders onder controle. Ja, kun je wel zeggen, ja. Wie zijn jullie? Wij zijn jullie van het verleden. Alleen mevrouw Mam ziet er zo duidelijk uit wie zij is. Ja, maar alleen haar hoofd is anders. En wie moet ik zijn? Dus ik moet jou zijn? Nee, ik ben je vader. Oké. Ik zou wel zeggen een dunne versie van pa. Dus, hoe gaat ie? Nou, en vind je geneeskunde leuk? Ja? Huh? Ik vind geneeskunde saai. Oh, deze gumbo, die kan mag ik echt. Kop dicht, Anaïs. Oh. Dus, ja, geneeskunde, hè? Dat is een beetje vreemd. Ja, ik weet het, maar het is veel beter zo. Hoe klinkt jouw stem echt? Dit is mijn echte stem. Raar. Dus, ik ben Nico van het verleden. Maar je soort van eigenlijk gewoon dezelfde gedrag, maar... Maar je hebt wel een dikke roze chocolaatje daar. Op, zei jij. Huh? Oeh. Richard. Dus, wat gebeurt er eigenlijk? Ja, mam. Mam, kunnen we eerst uitzoeken hoe we hier komen? We zijn vastgekomen omdat er de 200 aflevering is. 200ste van de wat? De wat? Ja, het is de 200ste aflevering. Dat betekent, we hebben een community special hier gekomen. Omdat we blijkbaar van vroeger zijn. Maar we zijn verwijderd omdat we eigenlijk zo zouden uitzien. Zou ik deze knapper zijn? Ja, maar je zou wel dom zijn. Maar ja, jij zou wel een speciale een taart zijn. Een stuk aardbeienchocoladetaart. Oké, dit gaat nu heel te ver. Ga ik dan echt slangenogen krijgen? Nou, kom op. Ogen zijn nog normaal. En wij zijn geen broeders? Nou, kom op, gast. Beste vrienden is toch ook goed? Nee, ik wil in het huis wonen. Oké. Dus, maar daar zie ik tenminste je echte ouders, meneer en mevrouw Fischer. Ding. Ze zijn erg aardig. Echt waar? Oké, dus weet niemand de oplossing hoe we hier weg kunnen komen? Of misschien kunnen we zo leven gewoon met onze oude versie samenleven. Moet ik met deze nerd gaan inleven? Dat is echt raar. Hey, waar is Richard? Ze is in bad in mijn vrouw. Maar ja, ik vind het niet zo erg. Zo, baby. Nee, niet daar. Daar. Ja, daar. Het is zo heerlijk. Dus ja, Richard. Oh. Waarom geef je steeds aan de auto, niet aan mij? Kom op. Ik mag toch ook met andere mensen omgaan. En het ziet dit gewoon als een veel jongere versie van jou, hè? Nou, ik accepteer het niet, hoor. Hey, weet je, ik vind dit wel best wel een beetje raar. Nou, tenminste, ben je gewoon geen domme sukkel als... Metafoors gesproken, ja. Oh, jij kleine... Oh, ik kan me echt zo niet verheugen in deze achterleven. Wat voor leven is dit? Wacht,
Jullie zijn toch dood eigenlijk? Jullie zijn toch geesten? Ja. Weet je, Nico, je kunt me niet meer kandelen met zelfmoord gaan plegen. Bas! Richard! Ik ben een geest. Oeh. Nu kunnen we zo. Oh, weet je wat? Richard, dan neem ik de kinderen met me mee. Maar ik... Oké, daar. Wat? Oké, dan ga ik ook mezelf maar plegen. Nu ga jij voor een maand aansteden. Er was een mes op mijn been en ik ben dood. Ik ga ook zelfmoord plegen. Oh nee, dat doe je niet. Oh, ik was niet dood. Ik ben de master die nog leeft. Dat is niet waar. Jij bent de geest. Ik leef nog als laatst. Oh. Maar, wie heeft mij vermoord? Ah, ik hou van deze lichamen. Hoe weet je waar ze wonen? Dat is een beetje raar. Richard. Waarom geef jij aandacht aan me? Het is niet meer leuk. Het spijt me, lieverd, maar wat moet ik anders doen? Nou, dus, Anaïs van deze heden. Wat moet je? Waarom, iedereen mag me in deze familie, maar niemand in deze familie jou? En jullie hebben een huisdier, een labradoodle? Ja. Mag ik hem zien? Oké, maar pas op. Dus, deze is de schildpad. En Bessa? Ja, de pet bijna iedereen wie de... Ik heb gewoon geluk. Oké. Ik heb een idee. Laten we samen lunchen als een gezin. Ja, en ik maak ontbijt. Maar ik maak ook ontbijt. Maar, sorry, maar het heet zou veel lekkerder klinken als ik iets van het verleden zou eten. Oui. Our family. Zet die liedje uit. Ik wil gewoon normaal dineren. En ik maak het ontbijt. Anders maken we het samen. Dan kunnen we beste vriendinnen worden. En dan heb ik twee vrouwen om te delen. Nee, dat doe je niet. Hé, hey, dat is wel mijn vrouw. Heb je daar ook ooit aan gedacht? Waarom ben ik roos eigenlijk tijdens het verleden? Hoe bedoel je? Ja, de rest van je familie is blauw. Waarom ben jij dan ook niet blauw? Hallo. Gewoon voor een reden. Oké, maar de shot... Nicole, verwijder de adoptiepapieren. Ja, oké. Oké, laten we gewoon nu aan lunchen. Nou, is het niet geweldig om als een familie samen te dineren? Maar ik snap echt niet hoe jullie zijn hier gekomen. Geen idee. Een geest had zo'n grote portaal opgemaakt. En het bracht naar jullie wereld. Een soort van andere aarde zou ik noemen. Ja, eigenlijk, dat is Ben Boklet. Clay? Hij was dit deze aflevering bedacht dat we allemaal samen moesten komen. Je bent heel slim, je ziet dat? Ja, maar jij bent heel dom. Kijk, dat is dan dat ik een geest ben. Waarom zullen we geen respect van elkaar hebben? Laten we zien wat je weet. Weet je iets over natuurkunde? Tuurlijk! Weet je iets over geneeskunde? Tuurlijk! Ik ben de slimste van het gezin! Ik ook! Echt waar? Ja, dat meen je niet! Ik betaal samen met mijn moeder de huur! Kom op, je bent toch wel een beetje stout? Ja, ik probeer ooit uit school uit te breken met Dory. Dat is echt stoer! Huh? Uit school uitbreken? Dus willen jullie niet leren? Maar waarom zou je leren? School is saai! Oh, wacht maar af! Want, uiteindelijk krijgen jullie geen baan meer en jullie gaan het niet goed doen in de toekomst. Ik geef de oude Richard wel een punt. Ja, hoe bedoel je school uitbreken, jongens? Niks. We gaan gewoon naar school. We leren over uit school en daar moeten we het ook doen. Ja, te gek. Maar ja, het is best wel stoer. Ik had nooit verwacht dat ik zo stoer was in het verleden. Yay! Weet je wat er is? Weet je nog toen we Chitje en zijn familie hier waren? En toen was ik buitengesloten. Maar nu ben ik binnengesloten, want zij is er. Ja, leuk voor je. Ja, dat is leuk. De schildpad is buitengesloten. Maakt niet uit. De schildpad is onze... Wat doe je? Je bent raar! Smerig! Ik moet de enige van die kozen! Oké, deze eten ga ik niet bij het vuilnis zetten, want ik heb geen zin. Wat? Wat zijn dit?
een haardroger? Heb je soms geen doekjes in de toekomst? Een haardroger is makkelijker. Maar ik het uitproberen met mijn oren? Oké. Hey, ik voel me schuldig. Yeah. Wacht! Doe je met die, als je bij de auto, zo je hoofd buiten en dan gaat die oren helemaal naar buiten. Ja, het is super gek. Ja, dat is ook met jou. Ook kon haar oren doen. Dat werkt gewoon. Ja, dat gaan we volgende keer als we zo'n autotripje hebben. Dus pap is een hond, wil je zeggen. Dat klopt. En die is getrouwd met een vijand van en jij hebt geen familie van de Watterson en je hebt gewoon Fisher. Precies. Oké, op de foto is het meestal uitstappen van foto. Nee, dus toch een groep foto. Oké, we gaan nu met de foto. Mam, dan moet ik steeds gaan de bekken te trekken. En jij komt hier gewoon zomaar met je papa kleer van jou. Waarom lees je gewoon geen boek net als mijn versie? Stop met ruzie maken en hou een broodje salami voor. En stop met elkaar te ruggen. De familie van de slussen staan. De lijst. Het is niet lekker. Jawel, het eten is super, te gek. Jongens, weg met die eten. Kom maar, Joe. Hey, ik heb goodies, Het gaat zo van die poem. Je hoofd gaat exploderen. Zeg gewoon. Dokke, zie je die meid daar? Ja, wat is er daarmee? Die ziet er, het is maar te giechelen, dus. Ja. Want ze maken een lijst! Woehoe! Een lijst van wat? Wie de knapste jongen is naar de lelijkste! Wat? Zo kunnen ze ons niet behandelen. Dat zeg je alleen maar omdat je laatste staat. Oh. Dat is niet waar. Dus ik sta vast met nummer 1, zoals altijd voorspeld. Ja. Weet je dat ik veel knapper ben dan jij? Ik sta nummer 1. Jij staat nummer 1. Met die krek, met die krektanden van jou. Weet je, wil je er binnenkom? We gaan de lijst van meisjes stelen. Ja, kom op, dit is een stomme lijst. Ja, het boeit me niet echt. Spijt me van je lunch. Hey, Joe, zie je die brandblusser daar? Ja. We hebben de lijst. Kom hier terug in, bekken. Kom hier aankozen. Doe, jongens, dus. Kijk, niet zo eerst, niet zo laatst, hè. Ze hebben de lijst. Echt waar? Gumbo, les. De eerste is Thomas. Alright, waar ben je, Jared? Zie je, ik was knapper dan jij. Maar welke sta ik? Jij staat twee is, en dan kom ik. En ja. Ik wil kijken waar ik sta. Nummer 1! Ik ben nummer 1! Oké, dat is maar een stomme lijst. Oké, waar sta jij dan? Laatste? Wacht, dit kan maar één ding betekenen. Wat dan? Ik ben knapper dan Dory. Knapper dan Dory. Weg met de pizza. Ik ben veel knapper dan jij. Knapper dan Dory. Knapper dan Dory. Ik laatste? Weet je, het was toch maar een stomme lijst. Weet je nog? Gumball. Weet je, het is gewoon erg. Ik wist dat de meisjes me zo lelijk vonden. Ik heb zelfs een vriendinnetje. Ja, Carrie is vast voor iemand anders. Ik zei ook dat ze niet goed voor je was, maar je hebt het gewoon laatst. En het was maar een stomme lijst, zoals je zei. Bedankt voor je steun, Gumbo. Deze eet is best wel heerlijk. En hoe was het op jullie school vandaag? Oh ja. Ik wil het niet over hebben. Oh ja. Ik wil het niet over hebben. Er was een laatste meisje en Doris stond laatste en ik stond derde en Banana Joe stond nummer 11. Oh ja, die meisjeslijst. Maar, wacht. Jij laatste? Ik wil het niet over hebben, zei ik. Oh, liefje, jij bent knap. Net zo knap als je vader's borstkast. Wat? Laat me gewoon paar borstkast meer. Ik heb die beeld in mijn hoofd. Oké, wat dacht je van mijn bilsleet? Oh mijn god, dat wil ik echt niet zien. Oké, dan. Wat is zo erg? Waarom ben ik lelijk? Waarom ben ik niet een van de knappe? Vind jij me lelijk, schildpad?
over. Dat was heel erg gemakkelijk van jou, Gumball Wars. Wat? Wat heb ik gedaan? Je bent net aan het shoppen. Ja, maar ik wil gewoon weten of je echt zou oplossen. Maar dat was heel stout van jou. Zeg maar gewoon nu, sorry tegen je broer. Maar ik vroeg wel, het was wel over mijn dag. Oh. Ja, het is perfect. Penny, ik wil je eigenlijk iets vragen. Ja, Gumball? Je weet wat, de lijst van de jongens? Oh man, dat is echt van zo vorige maand. Ja, waarom staat Darn eigenlijk laatst dus? Geen idee. En dat is het juist. Ik weet het, dat weten we niet. Maar ik koos gewoon voor Penantje Joe. Wat? Waarom zou je hem kiezen? Gewoon. Hij heeft nu letterlijk een shirt van nummer 11 besteld. En dus vandaag aankomt en hij drukt het aan en gooit het helemaal in Darn's gezicht. Weet je, ik dacht, ik had veel respect voor hem. Maar jij bent blijkbaar net als de rest. Wat? Maar hoezo is Darn laatst dus? Ik bedoel, ik had voor één ster gekozen voor hem. En dan koos ik ook eens de stem voor Tobias. Wat? Tobias? Kom op, oké, hij valt toch best wel mee met een beetje knap, oké? Hey, ik zag dat jullie naar me keken de lunch. Nee, ik keek naar Gumball. Oh. Maar... ik ben de knapste. Ik zal denk ik op de bodem uitzoeken wat het is. Knap, ik ben de knapper. Knap, ik ben de knapper. Knap, ik knapte. Hey, Darn. Hey, Joe. Zullen we straks zo'n ijs gaan eten? Hey, ik moet je iets vertellen. Wat? Missie hier. Lekker bij je pizza! Oké. Weet je, Darn, ik weet dat je de lelijkste bent, maar ik ben de knapste. Er verandert niks tussen ons in vriendschap. Echt ja, waar? Dat betekent omdat je bent veel te lelijk. Pizza of. Oké, Joe, hij kan er niks aan doen omdat hij zo super lelijk is. Oh, kom op! Ik mag niet meer bij mijn vrienden zitten. We gaan samen moeten zitten. Nee, ik ben voor de vijfde knapste. Wat? Maar, we waren... Weet je wat? Ik ga op opstand komen. Iedereen die knap is, gaat pech krijgen en die gaat wenen. Weet je, veel beter. Ik ga de schoen plat branden. Ik heb het denk ik berekend. Ik denk dat Darn niet de laatste was. Maar wie dan wel? Ik weet het niet, maar... ik denk dat iemand de lijst heeft stiekem veranderd. Maar wie zou zoiets doen? Ik weet niet. We moeten het iemand vragen van de meisjes. Maar doe ik eigenlijk iets illegaals. Eigenlijk mag het niet. Want nu zijn we eigenlijk dit week van de mooiste meisjestasjes. Maakt dat niet uit. Ik moet gewoon weten om mijn vriend op te vrolijken. Hey Penny. Carmen? Ja? Ik gaf Darn 3 sterren. Wat? Hoe bedoel je? Normaal, als je de laatste bent, dan zou je normaal 0 sterren. Maar ik heb 3 sterren voor Darn gekozen. Wat? Ik bedoel, waar heb je het over? Niemand gaat doen. Doe je het alleen om Tobias, van zijn vader, die met schoenenwinkel en mooie schoenen van mijn school. Busted. Maar weet je? Dit is tussen ons twee. Nee. En nu is het echt te laat. Rennen, Gumball, rennen. What? Ga niet naar Masami! Ah, nice! Waar is Darn? Oh, de schoolplaat gaan branden. Wat? We moeten hem snel gelijk tegen. We hebben de echte lijst. Ja, en we staan er naartoe. Daar is niet de laatste. Rennen! De school is bijna helemaal afgebroken. En nu alleen deze sigaretje. En dan is de school helemaal opgeblazen. Oké, op 3, 2, 1. Darn, wacht! We hebben de echte lijst. Blijkbaar heeft iemand de lijst verwisseld. Oh nee, Penny. Je gaat Darn niet de echte lijst geven. Wat? Hoe bedoel je? Ja. Je bent niet de lelijkste. De echte lijst is bij Penny. Oh nee, nu niet meer. Darn mag niet de echte lijst geven. Want anders gaat Tobias niet meer leuke schoentjes voor me kopen. Wat? Dus je doet alleen maar voor een paar schoenen? Kom nu uit. Je bent gearresteerd, Masami Yoshida. Huh? Huh? Je hebt me verraden! Eerlijk gezegd, mooie weetschoen. Ja, voor Tobias schoenen. Meiden! We zitten blijkbaar midden in een crisis. Oh ja, laten we gaan vechten. Dat is meer spanning. Ik weet niet zeker of ik moet vechten. Ik bedoel... Auw!
Oké, dus de echte lijst moet gewoon zo dat gewoon veranderd is, snap je? Maar wat moeten we doen? De school wordt bijna afgebrand. Oké. Penny, we moeten springen. We moeten gelijk springen. Dorian, spring mee. Pas. Auw. Je bent gearresteerd. Dit is tenminste niet ook een probleem. Ik had dat verwacht. Oh, wat ben ik zo bang? Dus ik ben niet dus de knapste? Nee, spijt me, Tobias. Maar je staat gewoon op 5e plaats. En hier is de echte lijst. Alsjeblieft, Dorian. Dus ik ben deze getal. Ik ben nummer...